jullie het woord gaan nemen? Of niet? Of mogen wij het controle het woord voeren? Ja, kunnen wij best wel als leerkrachten. Toch wel. Ja. Oh, fantastisch. We kunnen ook een deel sommigen doen. Bij die kant. Zullen wij met z'n allen naar Pakhuis lopen? Pakhuis. Ja, een korte wandeling te maken, maar een prachtig plekje. En dan ga ik ook meer vertellen over mezelf en over Park Winnenzee. Maar welkom in Landerij Park van Park Winnenzee. Super dat jullie er allemaal zijn. We beginnen natuurlijk eerst met een kopje koffie. Uiteraard. En jullie een lekker oranjaartje. Ik heb daar appeltaart gezien. Volgens mij mag je dat ook gaan opeten als ik het goed heb. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie hier allemaal zijn op, in de moestuin eigenlijk van de parken, van Park Lingenzegen. Nou, ik ben dus Sven van Rijswijk, ik ben directeur van Park Lingenzegen. En nou, ik ga even kort wat vertellen en daarna geef ik het woord aan wethouder Dimitri. En, en daarna gaan we open. Dus jullie weten, bij een opening horen speeches. Dat zijn vaak hele lange, langdradige, saaie speeches. Ik heb zelf een speech voorbereid van 1,5 uur. Oh. Oh, ja. Dus ga er vooral bij zitten, jongen. Ga er lekker bij zitten. En dan moet ik zorgen dat iedereen weet dat het er is. Nou, Christel, waar ben je? Ah, hier, dat doe ik samen met Christel. Dan doen we de promotie. Christel is de promotie-goeroe van het park. Ja, daar kijkt hij mij aan. Snap je dat je met een kano in een plas kunt? Ja. Ja, nee, jongens. Ik zag jou al kijken van hoezo wij op een kano plassen. Nou, dat gaan we doen, hè? Nou, die heten de moerashoeders. Als je dan bent en dan zie je iets, dan denk je, ja, hoort dit nou hier? Of, en dan ga je erover nadenken, ga je erover praten. En dat vind ik het leuke van zo'n kunstroute. Dat je dus niet alleen het landschap hebt, maar ook allerlei andere dingen ziet. En dan word je door geïnspireerd, daar leer je weer dingen van. Dus dat ga ik nu vandaag doen. En iemand die van alles weet over kunst, die staat hier naast mij. Dus ik wil u graag het woord geven, zeg maar. Dan gaan we dan boel openen. Officieel open. Oké, dankjewel. Dankjewel. Ja. Zoals net al aangegeven werd, Dimitri Horthuis en ik ben wethouder in de gemeente Overbetuwe. En weet een van jullie wat een wethouder nou precies doet? Zie daar een vinger. Een beetje voor het geld zorgen. Een beetje voor het geld zorgen van de gemeente. Ja. Laten we ook aan mooie dingen uitgeven, waaronder kunstwerken. Ja. Heeft iemand van jullie wel eens een kunstwerk hier in de gemeente gezien? Vast wel. Wat vinden jullie daarvan? Weet je altijd wat het betekent? Nee. Is de appeleter ook kunst? Is ook kunst. Ja, dan weet ik wel. Wat is de appeleter, als ik jou vraag mag? De appeleter heeft een beeld bij de parkeerplaats en dat is een soort bankje. En daarboven zit een heel groot mens met een heel groot hoofd die een appel aan het eten is. Ja. Kijk, dat is ook kunst. Dat is ook kunst. Ja. Heel, mooi om te, heel mooi om te benoemen. Ja, toen zaten wij bij de juffrouw. Wij als gemeente Overbetuwe vinden het gewoon heel erg belangrijk dat we kunst ook levendig maken. Kunst daadwerkelijk laten zien wat kunst betekent. En zoals jij net al aangeeft, kunst kun je op verschillende manieren kun je dat laten zien. Kun je dat beleven en kun je dat meemaken. Soms kijk je wel eens naar een kunstwerk en de ene ziet er een mooi mannetje in, de ander ziet er wat anders in. Dat is ook kunst. We gaan vandaag een kunstroute openen. En weten jullie hoeveel kunstwerken er in de route zijn opgenomen? Samma? Vijf. Niet meer? Vijftig. Hoeveel denk je? 50? 150. 150 zelfs. Ik ga er voor tussenin 25. 25. Nou, volgens mij moeten jullie met z'n allen de kunstroute naar eens fietsen. Want de kunstroute bestaat uit twee routes.
En je kunt Ilse Aartsman. Ilse, kom even naar voren, wil ik je vragen. Om ook gewoon even te laten zien van de kunstroute. Want om als wethouder de stap te zetten om daadwerkelijk kunst te kunnen beleven, moet je er ook naartoe gaan. En wat wij feitelijk hebben gedaan, we zijn niet op de fiets gegaan. Ik ben ook wethouder duurzaamheid. Normaal zou je dan netjes op de fiets moeten gaan. Wij zijn met de auto gegaan, dus dat is niet zo heel goed. Maar we zijn met de auto zijn we alle kunstwerken langs gegaan. En toen we al die kunstwerken hebben gezien, hadden we eigenlijk het idee, laten we daar een mooie route van maken. Laten we een kunstroute organiseren om samen gewoon te kijken van hoe kunnen wij inwoners, hoe kunnen we jongeren betrekken bij kunst. Met alle kunstwerken op vermeld staan en waar ook het verhaal achter het kunstwerk benoemd staat. Heel erg belangrijk om te weten van een kunstenaar heeft een kunstwerk gemaakt met een bepaald verhaal. En dan kun je ook lezen waarom die dat kunstwerk op die wijze en in die ruimte heeft neergezet. Deze kunstroute ook daadwerkelijk invulling te kunnen geven. Ik wil graag twee mensen even bedanken. En dat is mevrouw Willemsen en mevrouw Van Kleef. Want die hebben ook daadwerkelijk de route helemaal gefietst. En ook gekeken van, is dat helemaal goed te doen. En ik wil hen bedanken door een bloemetje aan te bieden aan deze. Ja, dat is goed. Alsjeblieft. Dankjewel. 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 Heel graag gedaan hoor. Alsjeblieft. Wat een beauty. Ah, mooi. En twee kleine presentjes daarbij nog. Alsjeblieft. Dankjewel. Wat het mooie hiervan is dat normaal dit soort boekjes mensen altijd denken, nou die worden gewoon ergens besteld en die worden voor ons opgemaakt. Maar dit doen we gewoon in huis. En er zijn twee mensen verschrikkelijk druk geweest. Dus ik wil jullie daar oprecht voor bedanken. Dank je wel. Vind ik echt top dat jullie dit gedaan hebben. Bekijken, dan staan er eigenlijk alle kunstwerken heel erg mooi in benoemd. Maar nog veel belangrijker staat de route erop. Zodat je ook weet waar je naartoe moet fietsen. Dat is denk ik wel handig. Anders ga je misschien naar de verkeerde kant op fietsen. Ik wil graag dit eerste exemplaar. En ik pak er gelijk nog eentje. Aan twee mensen overhandigen. Naar voren willen halen, mevrouw Tuinman. En onze kinderburgemeester, Selma. En die dankjewel. De nieuwe kunstroute daadwerkelijk overhandigt aan de eerste burgemeester van de Overbetuwe. Ja. En ik heb voor u ook een geweldig. Prachtig bosje bloemen, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Om dan ook gezamenlijk lekker de route te gaan fietsen. Oké. Ik moet zeggen, ik vind het een ontzettend leuk initiatief. Overbetuwe heeft wat met kunstroutes. Toen we 10 jaar bestonden, was de opdracht aan de 11 dorpen verbinding zoeken. En zo hebben onder andere, naast allerlei andere leuke initiatieven, is een route geweest langs alle dorpen, langs de kunstenaars van onze gemeente. Want we hebben er veel en het is de moeite waard om te zien. Kunst binnen is leuk, maar kunst buiten is ook heel belangrijk. Dankjewel en veel succes. Dan kunnen wij volgens mij op de fiets gaan stappen. En ik geef jou ook vast een boekje, want anders ben je straks ook... Ja, doe dat blind. En jij moet een beetje voorop, Selma. Selma aan het doorknippen. Kijk, zullen wij gewoon... Deze gaat er doorheen rijden. Doei! Jij kan hier gewoon... Het meest belangrijke is de burgemeester tussenin. Zo is dat. Gaan jullie hier doen? Ja, wij gaan naar het afstand heen. Ja, wij gaan naar het in fietsen. En dan poppen. Dat was ook een hele vermoeiende opening, vond ik. Ik kan me voorstellen. Ja, gewoon inspannen. Ja. Gewoon. Hij me aan. Weet je wel, ja, die staat hier. Oh, nu ben ik er. Bij die, ja, waar bij dat, daar kun je kerst halen en zo. Oh, leuk. Ja, waar het bij ook in de verse land ben je daar. Oh, wel goed. Kijk. Dat zijn er 23. Ik kom jullie even mee, jongens. Kom maar ook even mee. Thanks for watching. Please like and share the video in social networks, and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.